Trouw Maillet is 88 jaar en wennet in Massum. Zij is de eerste in Friesland die daar gebruik van meidje mij. De WMO-taxi die is natuurlijk wel wat lastig, want die gaat dan een hele, route oor naar Mattie ophelpen worden, die moet voortgebracht worden. En automaatje dat zelf wel persoonlijk werden. Dat is één op één, denk ik. Ja, dat is natuurlijk wel belangrijker. Ja, Abengaan hier, ja. Ja, dat is ook wel bekend, no? Ja. Nou, ik lees een advertentie in de kranten en er waren vrijwilligers vragen voor een automaatje. En dan ga ik daar een dag of nooit uit. Ik denk, ik ga hem niet op. Ik denk dat het heel belangrijk is. No? Want door is vereenzamen en verteuteren is achter de gedien of achter de glazen. Dus het is voor die mensen wel mooi om eens een keer naar boete te komen. Mia Bonema bracht het project naar de gemeente Waardhoeken. Nevens haar is het net een vergelijking met een taxiservice, omdat het volle persoonlijker is. Ik ben uit twee aspecten. Dat is aan de ene kant vervoer, maar minstens zo belangrijk is het hele sociale aspect van automaatje. Automaatjes krooien maar een hoofdletter A en een hoofdletter M. Dus dat die M van maatje is minstens zo belangrijk. En het project is geen concurrentie voor taxibedrijven, want de meeste wat het hier om gaat, zijn net de normale klanten van taxis. Die blijven normaal wat thuis. En wij willen met dit project nou juist die mensen stimuleren om vol ergens in te gaan. Mensen die meer weten willen over automaatje, kunnen online meer informatie vinden.